En verrijken van bruiden, dat betekent dus grote speelgoed in de maat 1 op 16. En in deze video meer details van deze bruiden Caterpillar Verrijken. In de maat 1 op 16, dat betekent dus ja, het is gewoon grote speelgoed, goed vast te houden en geheel vermaakt van kunststof. En dat zie je ook als we wat, wat beter kijken naar de details. Helemaal uitgevoerd, ja, gewoon verslag van kunststof, maar wel mooi gedetailleerd. Als je wilt, dan ziet de wielen. Die kun je dus met deze ronde knop hier bedienen het mooie is dat hij ook over alle vier voor en achter meedraait. Dat betekent dus dat hij op deze manier een enorm scherpe draaicirkel heeft. Deze knop, zie je ook op, hier voorop weer terug. Wanneer we deze eigenlijk gaan draaien, schuift hij zo de giek naar voren toe om op een gegeven moment te kunnen lossen. Wil je bijvoorbeeld lossen met een, met een vrachtwagen, dan heb je achterop hier deze draaiknop nodig. Die kun je ze ronddraaien tot op een gegeven moment deze dus zo in hoogte te stellen is. Ben je op hoogte, dan gebruiken we deze draaiknop. Die kun je namelijk weer draaien om de bak zo voorover te kantelen, dat is kan gaan gelossen. Wat er ook zo goed is om te noemen, hier zit ook nog een, een mooi wisselsysteem op. Waardoor je de bak eraf kan halen en bijvoorbeeld lepels erop kunt doen. Als je bijvoorbeeld een broeder de hooibalen wilt gaan rijden. Van de broeder dus ja, gewoon groot, mooi, ook wel speelgoed. hoor. Mooi gedetailleerd en vooral heel erg veel mogelijkheden wat gewoon opvalt, wat voor kinderen het spel levens echt maakt. En tenslotte goed om te noemen. Achterop zit gewoon een trekhaak. Dus heb je bijvoorbeeld accessoires met de labels, kun je erachter een balen aanhanger vastkoppelen en zo het baaltje het land gaan rijden. Vind je het mooi speelgoed? Wil je er meer voorzien? Dan kan meteen een speelgoedboerderij. Klik ervoor op de link die je naast in beeld ziet. Kom op onze website uit. Wees je meer en kun je hem even gelijk bestellen.